ook, ik denk dat je ook op een gegeven moment gewoon tevreden moet zijn met wie je bent. Mm-hmm. Weet je, ik zou er heel graag uit willen zien als Arie Boomsma. Gaat in dit leven voor mij in ieder geval niet lukken. Weet je, en dat komt misschien ook omdat ik een paar jaar terug veel groter was. Je moet op een gegeven moment ook tevreden zijn met wat je bent. Maar je kunt, wij kunnen allemaal op een hele gezonde manier toch fit zijn. Ja. En daarin moet je wel gewoon ook kijken wie je bent en hoe je eruit hebt gezien. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, daar hebben we, gelukkig hebben we er een beeld van. Ja, dat dacht ik al. Vreselijk, nu al. Ja, want we hebben... Ja. Oh my god. Hoe lang geleden is dit, Edcilia? Wat zeg je? Hoe lang geleden is dit? Dit is 2015. Ja, en het is een paar kilo geleden. Ja, ik heb een hele leuke grote tuinpak aan, ja. Zalt peper. Ja. En we hebben hier Kees. Ja, dit is ook, kijk. Oh, uitlachen. Ja. Ik word nu gewoon uitgelachen. Nee, nee, niet. Wanneer was dit? Oh, nou, dit is echt wel heel lang geleden. Dit is een jaar of 10 geleden. Ja. Kijk, even in het volle shot. Lekker dansen, kijk. Ja, ja. Ik moet nog steeds heel veel doen om er zo uit te zien. Ik sport dan ook 4-5 keer in de week. Maar dat heb ik dus ook geleerd bij dit programma. Mensen die vroeger iets groter zijn geweest... die moeten nu veel meer werk verzetten om slank te blijven. Want correct me if I'm wrong, Arie, maar jouw vetcellen... die hebben een bepaalde vorm gehad. En die willen altijd weer terug naar die grote, oude vorm. Dus, ja, die grote, oude. Ja, dus ja. Ik moet eigenlijk veel meer werk verzetten om slank te blijven. Ja. We zeiden het eerder al, hè, 3/4 van de mensen doet wel eens een dieet... En dan heb ik gelezen wat de gemiddelde tijd is dat mensen dat volhouden. Wat denk jij, Peter? Hoe lang houden mensen het dieet vol, zo gemiddeld? Nou, zo 4 weken. 5 dagen. Oh. Ja, daar hebben jullie ook allerlei zin en onzin uitgehaald. Wat nou werkt, maar achter jullie zit Hans. Hoi. En ik heb begrepen dat jij zo je eigen dieet hebt. Het Hans-dieet. Nou ja, als je op een gegeven moment in november, december... je eigen helemaal volgezopen en gevreten hebt... ja, dan moet je wel iets doen natuurlijk, hè? En eigenlijk doe ik in de maand, en de corona is daar best wel heel goed voor... doe ik in de maanden januari mezelf een beetje zuiveren. En dan zeg ik maar eigenlijk 3 dingen wat echt niet mag. Koolhydraten, suikers en alcohol. En als je dat volhoudt, dat 80% van de supermarkt mag je helaas gewoon niet. En het naar de supermarkt toe gaan is al moeilijk voor iemand die dieet doet. Want je ziet al heel veel. Dus mijn tip is bestel het online en zoek het lekker rustig uit. Maar kook ook gezellig met elkaar. Want dan kan je ook, wat je zegt... Of met je bord eten door de huiskamer lopen. Nee, wat je zegt. Maar je moet samen met elkaar koken. En misschien voor elkaar koken. En dan, mijn Hans-dieet is niet zo heel moeilijk. Ik denk ook dat je aan de tafel moet gaan zitten. Hoe druk ik ben en als onderneemster. Ik werk misschien 60, 70 uur in de week. Maar als de winkel dicht gaat, dan ga ik naar boven... en dan wordt er echt ouderwets gekookt. Maar jij lijkt mij ook wel iemand van de discipline. Ja, klopt. Ja. Geen spinazie uit de diepvries, maar verse spinazie en aan de tafel. Ik heb 4 kinderen, maar we zitten echt met 6 man... iedere avond aan de tafel. En dan wordt er gewoon gegeten. Maar